Beste vrienden, ik zou jullie vandaag graag samen vandaag mee beter willen begrijpen hoe het christendom onze opvatting van liefde heeft gevormd. Het christendom, dat weet u, vraagt liefde te begrijpen in het licht van de goddelijke liefde. Vertaald in het Grieks, en een woord dat gangbaar is geworden ook min of meer in het Nederlands, agape, in het Latijn caritas. We mogen evenwel niet te snel vergeten hoe ingrijpend de notie van die christelijke liefde is geweest en is. En om dat terug in herinnering te brengen, lijkt het me nuttig om de opkomst, de doorbraak van de christelijke liefde, te situeren in de context van een Griekse opvatting van liefde. En meer bepaald, de alom bejubelde opvatting van de Griekse eros. Zoals die wordt uiteengezet in het fameuze symposium van Plato. In dat symposium doet Socrates zijn verhaal van zijn mystieke inwijding in de liefde. Een mystieke inwijding die hem geschonken werd door een mystieke vrouw, Diotima. Opmerkelijk is dat dit een van de weinige dialogen, zo niet de enige dialoog van Plato is, waar Socrates erkent, bevestigt, dat hij de inzichten die hij gaat meedelen niet uit zichzelf heeft. Niet op eigen kracht heeft gevonden. Dus niet de kracht van het denken. Hij werd, zo u wil, bezwangerd. Bezwangerd door een vrouw. Dit houdt ook in dat je niet goed weet hoe Socrates zichzelf precies beweegt, bevindt in het verhaal dat hij vertelt. Ik zal eerst de grondlijnen, met goed houdend aan de tijd, de grondlijn van deze dialoog weergeven. En daarna zet ik bij wijze van contrast uiteen hoe de eros, de notie, hoe de christelijke liefde, de eros, heeft gewijzigd, grondig gewijzigd. Zodanig dat die twee echt niet bij elkaar passen. En heb ik dan nog wat tijd, wil ik van daaruit heel kort de essentie van barmhartigheid uitleggen. Dat hangt er vanaf de tijd. Eerst is eros, daarna de agape en dan nog iets over de barmhartigheid. Eros. Vertaal je wellicht het best als liefdesverlangen. Dus een combinatie, een samenspel van beminnen en verlangen. En Socrates, in een hele moeilijke uiteenzetting trouwens, Socrates neemt ons mee op reis, letterlijk bijna. Of meer bepaald, hij zet de weg uiteen die eros aflegt. De dynamiek die eros van binnenuit bezielt, opjaagt, voortstuurt. En de dynamiek van eros, die haar van binnenuit bezielt, die moet je begrijpen als een opstijgende beweging van eros. Van eros die een hoge vlucht neemt. Onthoud, opstijgend. Dus het model, de invalshoek van
Diotima Socrates zal zijn groei. Een streven van binnenuit naar hogere volkomenheid. Een groei in volmaaktheid. Dat is het model. En het verhaal van Socrates, ik heb uiteengezet wat eros is, die combinatie van liefde en verlangen. Het verhaal van Socrates begint met een uiteenzetting van wat je het best zou kunnen beschrijven als bewonderende liefde. Liefde die iets bewondert en begeesterd wordt door datgene wat ze bewondert. Eigenlijk staat deze liefde, zeker in de beginschoenen, aan het begin van de weg, komt die liefde, die bewonderende liefde, sterk overeen met verliefdheid. Met alle gevolgen van dien. Eerste stap. Je houdt van iemand, bij Socrates wordt het beschreven van de liefde voor de jongeling, dus een homoerotische liefde, de jeugdige homoerotische liefde. Je houdt van iemand, zegt hij, omwille van kenmerken, eigenschappen, die je waardeert, die je bewondert. En dus een zekere perfectie uitstralen. Je bewondert niet datgene waarin iemand tekortschiet, maar wel omwille van datgene wat hij aan perfectie uitstraalt. Dat wil niet zeggen dat die ander perfect is, maar wat hij uitstraalt aan perfectie. Eigenschappen die een zekere volkomenheid hebben. En in eerste instantie, dat is de laagste trap, de jeugdige liefde, zei ik zo net, in die ontwikkeling, de groei van eros, zijn dat fysieke kenmerken, lichamelijke kenmerken. Dus uiterlijke schoonheid. Dus om deze en gene kenmerken, uiterlijke kenmerken, dat je iemand bewondert. Dit impliceert dat liefde kan uitleggen, één, wat ze bewondert, die kenmerken, en ook kan uitleggen waarom. Omwille van een graad aan perfectie. Je kan dus uitleggen wat je in die ander aantrekt. Nogmaals, eigenschappen die iets volmaakt hebben. Twee, tweede stap. Je bewondert in een persoon wat je zelf niet bezit. Je gaat niet de eigenschappen van iemand bewonderen als je even perfect bent in die eigenschappen. Even volmaakt bent. Even mooi bent. Nee, je bewondert wat je mist. Gevolg, het is een liefde die tegelijk een verlangen opwekt. Het is een liefde gegrond in gemis, tekort. U begrijpt meteen de implicaties. Als je de liefde vanuit eros begrijpt, vanuit een gemis, en dus een verlangen om dat gemis op te heffen, zo dadelijk meer daarover, dan kan je in dit perspectief aan God geen eros toeschrijven. Kan je aan God niet de liefde van de eros toeschrijven. Want de Griekse goden missen niets. Ze zijn zelf volmaakt. En hoe zou het volmaakte naar iets kunnen verlangen dat het niet heeft, want het is alles. U ziet al een ingrijpende perspectiefwijziging. Hè? Goed, terug naar de Grieken, eros. Eros is de kracht, het verlangen, dat streeft naar wat ze mist. En mist op grond van bewondering.
Vandaar de klassieke gedachte. Eros is eigenlijk een combinatie van gemis en kracht. Het is een gemis dat vleugels geeft. Het is een combinatie van armoede, iets niet hebben, maar overvloed, het geeft je enorme kracht. De kracht om wat je niet bezit, bent, in bezit te nemen. Maar let wel, in bezit nemen is niet de juiste beschrijving. Het is niet dat je wilt hebben wat je niet hebt, dat is het eigenlijk niet. Eerder is het die kenmerken in je opnemen. Ervan doordrongen worden. En de kracht ervan te gaan staan. Zodanig dat die eigenschappen een kracht, dat die eigenschappen hun kracht afstralen op jou. Zodanig dat je kan delen in die kracht. Het is de gedachte van wat schoon is, het contact met het schone maakt jezelf mooier. Op moreel vlak is dat nog duidelijker. Het goede, het contact met het goede maakt je beter. En mocht je dat niet overtuigen, kan je het makkelijker uitleggen aan de hand van het contact met het slechte. Daar bestaat geen discussie over. Het slechte of het lelijke. Van het slechte word je niet beter. Word je zelf slechter. Dat is de gedachte. En de gedachte is ook het goede, het contact met. Als je met het goede in contact komt, maakt het je beter. Wil je het in modernere termen geformuleerd zien om die bezitscategorie weg te krijgen? Van ik wil het hebben, ik wil het in bezit hebben. Gebruik je beter de term van identificatie. Je identificeert je met, één worden met. Bon. En dan vervolgens probeert Socrates ons ervan te overtuigen dat die eros uit is op steeds meer volmaaktheden, perfecties. Twee is beter dan één. Drie is beter dan twee. Steeds meer perfecties. Eén op uiterlijk vlak, maar vervolgens ook op innerlijk vlak. Iemands capaciteiten, iemands deugden, iemands vaardigheden, datgene waarin hij uitblinkt. En zo hoger op. Ik pauzeer. Ik pauzeer om drie kanttekeningen te maken. Bij deze op het eerste gezicht zeer aantrekkelijke invalshoek om de liefde te begrijpen, Eros. Drie kanttekeningen. U doet er verder mee wat u wil. Maar ik hoop wel dat ze je niet gerust laten. 1. Dit model, je houdt van iemand omwille van zijn perfecties, eigenschappen die een volmaaktheid uitstralen, deze invalshoek kan quasi onmogelijk de absoluutheidse aanspraken van de liefde begrijpen. De absoluutheidse aanspraken van de liefde impliceren, ik hou van u en niet van iemand anders. U en niet iemand anders. Dat wil zeggen, de absoluutheidsaanspraken van de liefde houden in dat het liefdesobject in principe onvervangbaar is. Niet inwisselbaar. Dat is exclusief. Dat wil niet zeggen voor de rest van de tijd, maar op het moment zelf. Absoluutheidsaanspraken. Wel, Plato kan dit niet begrijpen. Waarom niet? Stel dat ik verliefd word op een vrouw omwille van bepaalde perfecties. Drie kenmerken. Dan spreekt het toch voor zich
dat ik even goed verliefd zou kunnen worden op een andere vrouw met evenveel perfecties. En spreekt het voor zich dat ik die beide vrouwen met plezier zal inwisselen voor een derde vrouw die niet 3 kenmerken heeft, maar 4. Dus vanuit dit standpunt is de liefde per definitie, kent de liefde per definitie niet die vreselijke absoluutheidsaanspraken. Tweede aspect. Of je het nu wil of niet, Socrates beschrijft de liefde vanuit het standpunt van Don Juan, een Don Juaneske liefde. Waarin omwille van de perfecties, liefdespersonen, de beminden, per definitie continu verwisselbaar zijn. Dat is het standpunt. Dus het Don Juaneske is eigenlijk nog een versterking van mijn eerste punt. Derde, op beschrijvend niveau klopt het niet wat hij zegt. Zeker, geen bewonderende liefde zonder aantrekking door iets volkomens vermaakt. Maar bij de meesten moet dat ook gecombineerd zijn met een teken van fragiliteit, kwetsbaarheid. Wat je aantrekt is niet alleen het volmaakte, maar het volmaakte in zijn kwetsbaarheid. Waar Plato geen woord over hebt. Goed. Socrates neemt ons dan mee op reis. Naar steeds hogere volkomenheden, volmaaktheden. En gaandeweg, kom je zo dichter bij de bron van al wat goed en schoon is. Bij de bron, de kracht die al wat is, schoon en goed maakt. En hoe dichter je bij die bron komt, die opstijgende beweging naar hogere volkomenheden, hogere volmaaktheid, hoe dichter je bij die bron komt, hoe meer de beweging omslaat. En dat is een typisch mystieke omslag. En de omslag is dat als je dicht bij de bron komt van wat alles goed en mooi maakt, dat die bron helemaal zich uitstraalt doorheen jou. En dat je nu echt in het licht kan staan. In het licht kan staan van alles wat goed en schoon maakt. En dan verandert de beweging. De beweging is dan niet meer één van opstijgen, maar één worden. Maar in de zin, in de mystieke zin van het woord. Niet dat jij goddelijk wordt, één wordt met God, maar dat de bron zich perfect kan doorgeven, doorzetten, uitdrukken in u. Dat jij de uitdrukking wordt van het goddelijke, van de bron van alles. Dus niet dat jij God bent, maar zoals mystici in het christendom ook zouden zeggen, dat je de perfecte instrument wordt, uitdrukking wordt van een goddelijke liefde die zich in u uitdrukt. Nu trek ik het echt in de sfeer, in de kring van de christelijke mystiek, maar het helpt wel. Dat moment van die omslag, eenwording waardoor het de bron van alles door u heen beweegt, is in de visie van Socrates kortstondig. Het is niet meer dan een flits. 2. Je kan er geen beslag op leggen. Het komt op, het werkt na, maar het blijft niet duren. Het zijn echte mystieke inzichten. En 3. Je moet het ervaren, 1 keer zegt hij dat, eerder als iets wat je overkomt. Meer dan wat je zelf doet. Het is ook niet toevallig dat veel mystici zich hebben geïnspireerd op de Eros. Het is eerder iets wat je overkomt dan wat je zelf doet.
Dus niet het resultaat van een eigen inspanning, prestatie. Eerder is het een gunst, zegt hij. Iets wat je te beurt valt. Nu, je zou kunnen zeggen, als je iets kan ervaren als een gunst, dan zit je heel dicht bij het vocabularium van de spiritualiteit. Het wordt je geschonken, het is een gunst, het is een genade. Bon, hiermee moet je het stellen met mijn uiteenzetting van Plato. Eros, dit heb ik nodig voor het contrast. Nu naar het christendom. In het Grieks is agape de term die men gesmeed heeft om tegemoet te komen aan het nieuwe perspectief van het christendom. In het Grieks is agape een substantief afgeleid van het Griekse werkwoord, de werkwoordvorm agapaan. Maar in het Grieks betekent dat, is dat een uiting van liefde voor een persoon die dierbaar is en waaraan je gehecht bent. Ook liefde voor van de ouders voor hun kinderen. Die term wordt in het Grieks vaak gebruikt. Maar is ook een van de meest algemene termen van beminnen in het Grieks. En dus het substantief verschijnt rond de tweede eeuw in de Griekse Bijbelvertaling. Deze term werd dus gebruikt om de liefde te thematiseren die Christus verwoordde. En het Latijn werd dat caritas. Maar het is interessant en belangrijk om die vertaalkwestie, waarom men de goddelijke liefde als agape heeft vertaald en in het Latijn in caritas, om die vertaalkwestie aan de orde te stellen. Want de moeilijkheid is namelijk, en hier heb je de context, de moeilijkheid is namelijk om de door Christus gebruikte uitdrukkingen, maar dan in het Aramees, gebruikte uitdrukkingen zoals God is liefde, heb elkaar lief en bemin je vijand, hoe je dat op een aanvaardbare manier in het Grieks kan vertalen. Er waren veel profeten in die tijd, maar blijkbaar die woorden bleven hangen, grepen aan. Beperken we ons tot God is liefde. Hoe vertaal je dat in het Grieks? En de noodzaak drong zich op, omwille van het feit dat er gehoor was. Gehoor werd aangegeven. Maar hoe vertaal je dat? Je kan deze liefde, de liefde die uitgaat van God, je kan deze liefde niet vertalen met eros. God is eros, dat gaat niet. Wat eros betekent, zoals ik gezegd heb, die combinatie van gemis en verlangen en streven naar perfectie. Je kan niet zeggen dat God streeft naar perfectie omdat hij iets mist. Dus God is eros, heeft geen zin. Zijn liefde is geen liefdesverlangen. Philia, de term voor de vriendschap, is minder slecht. God is philia, is minder slecht. Maar deze vertaling zou zonder meer lachwekkend geweest zijn voor de Grieken. Hoe kan je nu van vriendschap spreken tussen wat volmaakt is en niet? Hoe kan men je nu vriend zijn van God? Bovendien is vriendschap preferentieel. Altijd een voorkeur voor één persoon. Terwijl goddelijke liefde eigenlijk geen voorkeursliefde is. En als je deze twee termen, eros en philia, zou gebruiken voor barmhartigheid of naastenliefde, wordt het helemaal te gek. Dus die termen zijn uit een boze.
Daarom heeft men wellicht gekozen voor de meer algemenere term, voor in het Griekse cultuur algemenere term, de ongewone agape. Liefde is wellicht de enige juiste definitie van God in het christendom. En aan God liefde toeschrijven en deze liefde bovendien begrijpen vanuit de kruisdood, betekent een radicale verandering ten opzichte van het Griekse perspectief. Wat heeft het christendom veranderd? Ik ga u 6 kenmerken geven. Het is gewoon een les wat ik u geef. Om een aantal zaken in herinnering te brengen van vroeger. 6 kenmerken. Ten eerste, goddelijke liefde is een liefde die uitgaat van God. Voor zijn schepping, voor de mensen. Zij staat dus voor een neerdalende liefde. Eerste contrast. Niet een opstijgende liefde van de mens naar, maar van God naar de mens. Eros staat voor een opstijgende beweging van het mindere naar het betere. In het christendom is het het hogere dat het mindere bemint. Eerste verschil. Opstijgen, neerdalen. Tweede verschil. Eros, in het korte verhaal dat ik heb uiteengezet, is gegrond in een behoefte. Is een behoeftige liefde. Ze bemint wat ze niet bezit. Zij is een begerende liefde. Agape, neerdalende liefde, is onzelfzuchtig, beter misschien, louter generositeit. Deze liefde vindt haar wortels niet in een gemis, maar in overvloed. Drie. Eros is gemotiveerd. Gemotiveerde liefde. Zij wordt waardoor gemotiveerd? Gemotiveerd door de perfecties aan de kant van het liefdesobject. Agape is spontaan. En daarmee bedoel ik, ze wordt niet gemotiveerd door de perfecties aan de kant van het liefdesobject. God heeft zijn schepping niet lief omwille van haar perfecties. De mens wordt door God niet bemind omwille van zijn volmaaktheid. Of wat hij aan volmaaktheid in zich draagt. Verder op dit thema. Dit maakt begrijpelijk waarom goddelijke liefde in het christendom eigenlijk het best kan uitgelegd worden. En ook zo wordt uitgelegd in de gewijde teksten als ouderliefde. God houdt van zijn schepping, zoals een ouder van zijn kind houdt. En ouders kunnen wel dromen van een perfect kind, maar ze houden niet van een kind omwille van de perfecties. Hierbij komt, nee, je houdt van je kind omdat het je kind is. Punt. Niet omwille van de eigenschappen, maar omdat je een bepaalde band mee hebt. Opmerkelijk ook dat zowel de goddelijke liefde begrepen in het christendom, zoals begrepen in het christendom en ouderliefde, niet gegrond is, nog in een gemis, maar ook niet in wederkerigheid. Zij veronderstelt geen wederkerigheid.
om tot stand te komen. Vriendschap wel. Vriendschap veronderstelt wederkerigheid. Ik kan niet zeggen dat Didier Pollefeit mijn vriend is, als hij niet tegelijk kan zeggen dat hij mijn vriend is. Of ik zijn vriend ben. Dat kan niet. Dus vriendschap veronderstelt wederkerigheid. Huwelijksliefde veronderstelt wederkerigheid. Althans in het Westen. Maar ook in andere culturen. Ze veronderstelt ze niet, maar men gaat er wel vanuit. Men hoopt dat de liefde zal groeien. Hè? Dat is de idee. Dus nog goddelijke liefde voor zijn schepping, nog ouderlijke liefde veronderstelt wederkerigheid. Maar dit neemt niet weg dat ze allebei verlangen naar wederkerigheid. Straks iets meer daarover. Je hoopt, een ouder hoopt, dat zijn liefde zal gewaardeerd worden, erkend worden. Hoopt dat er een zekere dankbaarheid zal voorkomen. Hoopt en is teleurgesteld wanneer die wederkerigheid, die erkenning er niet is of niet komt, om welke reden dan ook. Dat geldt ook voor goddelijke liefde. Ook God hoopt dat zijn schepping, zijn schepselen, de liefde zal erkennen waarin die zijn schepping baat. Dankbaar is en die dankbaarheid in een gebed of door zelf liefdevol om te gaan met anderen. Straks iets meer daar nog over. Dus, goddelijke liefde neerdalend, niet gemotiveerd, want niet gegrond in perfecties. 3, spontaan, en dat hebben we uitgelegd als vanuit de overvloed en verder vanuit de ouderliefde. Volgende kenmerk. Goddelijke liefde is waardeonverschillig. Maar dat moet je goed uitleggen. Waardeonverschillig. Daarmee wordt bedoeld dat God ook iemand bemint, ondanks en in zijn onvolkomenheid. Dat is een andere manier om te formuleren, wat scherper, om een andere manier te formuleren, niet gemotiveerd door. Is waardeonverschillig. Ook het onvolmaakte. Niet omdat het onvolmaakt is, maar omdat het zijn schepping is, is het voorwerp van liefde. Ondenkbaar in de Griekse cultuur dat liefde niet voor de waarde van de ander gevoelig zou zijn. 5. Goddelijke liefde is waardescheppend. En je ziet het contrast met de eros, waar men zegt dat je van iets houdt omdat het waardevol is. Maar de goddelijke liefde is waardescheppend. Zij bemint niet omwille van de waarde van het object, maar geeft waarde door het te beminnen. Het bevestigt de waarde van X door het te beminnen. Laatste punt. Vanuit deze gegevens wil ik iets zeggen over de aardsmoeilijk uit te leggen vorm van liefde, barmhartigheid. Iets zeggen, en namelijk het volgende. Ik neem het punt, herneem het punt waar ik daarnet heb uiteengezet. Goddelijke liefde, ouderlijke liefde, voor de schepping, voor de kinderen, is niet gemotiveerd in de eigenschappen. De reden om van iemand te houden is, het is mijn schepsel, het is mijn kind. Punt. Je kan dat een redelijke reden noemen. Ik zou dat geen redelijke reden noemen. Omdat je niet kan uitleg krijgen waarom het niet zo belangrijk is dat dat levend wezen jouw kind is om het te beminnen. En kan dat niet goed uitleg krijgen.
Het is wel een reden, maar het is een reden die niet echt rationeel is. Goed. Deze liefde, zei ik, is niet gegrond in wederkerigheid. Veronderstelt geen wederkerigheid om tot stand te komen. Anders dan een huwelijk, anders dan vriendschap. Maar dit neemt niet weg dat zij uit zijn verlangen naar wederkerigheid. Daarmee bedoel ik met wederkerigheid erkenning, gewaardeerd worden door het liefdesobject. Wel, mijn zinziens is barmhartigheid nu het vermogen om tot het uiterste te verdragen. Tot het uiterste te verdragen dat degene van wie je verlangt dat hij zal antwoorden, niet antwoordt. Dus het is het geduld. Dus de essentie van de barmhartigheid, voor mij is het geduld. Het verdragen, het geduld voor het uitblijden, het uitblijven van reciprociteit. Het is dus niet het opgeven van het verlangen naar reciprociteit, maar het verdragen en het dulden ervan, dat het niet tot stand komt. Daarom lijkt mij de mooiste omschrijving te zijn van barmhartigheid, langmoedige liefde. Liefde die verdraagt dat ze haar eigen bestemming niet bereikt, die van wederkerige erkenning. Heeft de barmhartigheid, laatste punt, en dan kunnen we vragen stellen daarover. Heeft de barmhartigheid haar wortels in de menselijke natuur? Is barmhartigheid een menselijke liefde? Tussen intermenselijke liefde. Is barmhartigheid, met andere woorden, een deugd? Iets waarin je jezelf kan bekwamen. Vervolmaken, zoals deugden zaken zijn waarin je jezelf kan volmaken. Ik denk dat je tekort doet aan het juist begrip van wat barmhartigheid inhoudt als je dat zegt. Dat barmhartigheid in de zin van het lijden dragen, dulden, de reciprociteit, het uitblijven van de reciprociteit, verdragen en dulden, dat als je dat nader analyseert, inziet dat je die kracht niet uit jezelf haalt. En dat deze liefde eigenlijk geen liefde is die van een persoon uitgaat naar een andere persoon. Van ik ben barmhartig tegenover jou. Eerder is het zo dat jij, dat jouw barmhartigheid deelt in een barmhartigheid die van elders komt. Die door jou heen trekt. Want barmhartigheid doe je niet op eigen kracht. In de barmhartigheid participeer je aan een kracht die door jou heen trekt. En ik denk dat dat de essentie is van de goddelijke barmhartigheid. Dit lijkt enigermate op wat Plato Socrates zei. Je deelt in de kracht van iets goddelijks. Alleen datgene waarin je deelt is bij Plato en Socrates niet de barmhartigheid. En in het christendom wel. Ik dank je.